Hallo, welkom bij webinar nummer 41 van het Integraal Medisch Centrum. Dit keer gaan we het hebben over het hart. Laat ik mijzelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Robert Muts. Ik ben directeur van het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam en directeur van onze opleidingen, namelijk osteopathie aan de ene kant en mesologie aan de andere kant, beroepsopleidingen. Even ons gebouw. We hebben een practicum. Dat zijn twee verdiepingen met 24 behandelruimtes. Daar werken alle mensen met elkaar samen in de behandeling van patiënten. Bovenin hebben we onze opleidingen. Daar hebben we 7 lesruimte voor theorie en voor praktijk. En helemaal onderin de begane grond. Dat noemen we ons atrium, de grote gezamenlijke ruimte. Daar hebben we de wachtkamer, de lunchroom, onze apotheek, een bibliotheek, etc. Goed, we gaan het hebben over het hart. Wees zacht voor jezelf. Dus we gaan eens even kijken, wat is het hart? Wat doet hij? En hoe kunnen we, uiteraard hebben, dat is het belangrijkste, goed voor ons hart verzorgen? Het hart, wat is dat dan? Het is een spier. Eigenlijk heel simpel, maar wel een bijzondere spier. We kennen onze skeletspieren, die noemen we dwarsgestreept. Dan hebben we ook nog andere spieren, dat zijn de onwillekeurige, gladde spieren, die zitten in de darmen. Nou, het hart zit een beetje tussenin. Het is niet dwarsgestreept, het is ook niet glad. Dus het zit net een beetje tussen die twee dingen in. Eigenlijk is het een opgerold bloedvat. Nou, dat ga ik laten zien van hoe dat in elkaar zit. Het is wel een heel speciaal opgerold bloedvat en eigenlijk ook een speciale spier. En ja, goh, je hebt er maar één. Daar is iedereen zo bang voor. Maar ja, je hebt ook maar één lever. Je hebt maar één mild. En het zijn heel veel zaken waar je er maar één van hebt. Eén blaas. Nou, je kan heel veel zaken kan je niet zonder. Laten we eens kijken, waar ligt dat hart? Midden. In de borstholte. En wel vrij hoog. Het ligt tussen de longen, bovenop het middenrif, dat zit vrij hoog, dat middenrif, tussen de tweede en de vijfde rib. Dus costa 2, de tweede rib, costa 5, de vijfde rib. Daar ligt het hart precies tussen, tenminste in het algemeen. Midden in de borstholte. Dan ligt het ook nog tussen de longen. Links en rechts een long, klein stukje lever zien we nog op dit plaatje erbij. En daar ligt het hart tussen. Er is niet zo gek veel ruimte voor dat hart, maar we gaan zien hoe dat in elkaar zit. De vorm. Nou, lekker simpel. Het is de grootte van je eigen vuist. Dus heb je een grote vuist, heb je een groot hart. Heb je een klein vuistje, heb je een klein hartje. Bovenin heet dat de basis en onderin heet het de apex en dat is een puntvorm. Het hart is, als je het goed bekijkt, door alle bloedvaten niet helemaal rond. Nou is dat afgerond en dat noemen we een hartoor, net of er een oor aan vast zit. Hier zie je er eentje, een grote en daar zie je nog een kleintje. Nou, dat is een soort ja, vetweefsel. Medisch wordt daar nooit aandacht aan besteed. Wij osteopathisch besteden daar wel aandacht aan, want het is best een belangrijk ding, want dit rondt het hart af. Waardoor het hart kan glijden in zijn eigen pericard, in het hartzakje. Daarvoor heb je weer olie nodig. Dat gaan we allemaal bekijken. Laten we eens kijken, hoe is het hart dan zelf opgebouwd? Waar die ligt weten we nu, hoe groot die is weten we ook. De binnenste laag is hetzelfde als elke laag van een bloedvat. Het is endocard. Dat zijn endotheelcellen. Dat is dus de laag die grenst aan het bloed. Dan krijg je het myocard, de spier. Daar hebben we het al even over gehad, een bijzondere spier. Niet dwarsgestreept, niet glad, maar ertussenin. En dan krijg je twee vliezen. Een epicard. Het zit direct om het hart heen. En een pericard, dat noemen we het hartzakje. Tussen epicard en pericard zit een ruimte. Die ruimte is gevuld met olie, waardoor het hart kan glijden. Dat gebeurt ook bij darmen, dat gebeurt ook bij longen.
Maar bij het hart is dat dan toch weer iets bijzonderder. Nou, we gaan nog verder kijken. We kennen een boezem. Medisch gezegd een atrium. Je hebt er twee. Je hebt een linker atrium en een rechter atrium. Je hebt twee kamers. Medisch ventrikels. Ook weer eentje links en eentje rechts. Nou, boezem haalt bloed uit de longen en haalt bloed uit het lichaam. Dus daarom heb je de twee. Eentje haalt het uit de longen, dat is een kleine bloedsomloop. De andere haalt het uit het lichaam, dat is een grote bloedsomloop. De kamers pompen het verder naar het lichaam toe en pompen het ook naar de longen toe. Zo krijg je dus twee gesloten circulaties. De ene is een circulatie uit de longen en die gaat naar het lichaam, zuurstofrijk, vandaar rood. En de andere komt uit het lichaam, zuurstofarm, en gaat naar de longen toe om zuurstof te halen. Zo krijg je dus twee kringlopen met elkaar. Tussen de boezems en de kamers, tussen het atrium en het ventrikel, zitten kleppen. Er zijn twee soorten, namelijk links een mitralis, dat wil zeggen er zijn twee kleppen in de klep, een mitralis. En de andere heet tricus pedalis. Nou, dat zijn de drie. Drie kleppen in de klep. En die kleppen die gaan open en dicht. Hier zie je dat in een mooi plaatje van het hartskelet, zoals het dan heet. Hier zie je de mitralis klep. Dat zijn er twee. Hier zie je de tricus pedalis klep. En hier zijn ze dicht. De AV kleppen, oftewel atrium ventrikel, boezem, kamer. En hier staan ze open. Nou, als de ene soort kleppen dicht zitten, zitten de andere soort kleppen, naar de bloedvaten, naar de longen en naar het lichaam, zitten dan open. Dus als de AV-kleppen open zijn, zitten de andere dicht. Dat is gewoon een keurige wisselwerking. Dan stroopt het maar één kant op. Nou, het hart is ontstaan. En dat is uiteraard embryologisch ontstaan en al vrij vroeg. Namelijk in de vierde week van de embryonale periode, dus we zijn er maar een maand oud, en dan zie je het hart ontstaan. En hoe zie je dat in dit embryootje? Dat is nog een heel klein embryootje. Die heeft boven een kop en onder een kont. En boven de kop zie je bloedeilanden ontstaan. Daar, boven, in het rood. Dat gaat stromen en heel aardig is, hebben ze in microscopisch, microscopisch in kaart gebracht. En je ziet al de vorm van het hart, zoals wij dat in het algemeen kennen, zie je ontstaan. Het hart ontstaat dus boven in het embryo. En wat doe je? Je haalt het naar binnen toe. Dat is bijzonder, want je rolt als embryo, rol je je een beetje op. En door dat oprollen gaat dat hart naar binnen toe. Hier zie je dat oprollen, we krijgen dus een kromming. Dat hebben vissen en vogels en allerlei dieren, maar de mensen ook. Die rolt zich op en het hart komt van bovenaf, wordt naar binnen gehaald. Nou, dit maakt het lekker allemaal ingewikkeld, maar hier zie je de rolling weer ontstaan. Het hart ontstaat dus, en dit is een hele aardige, maar dat is dan een poëtische. Het hart ontstaat eigenlijk boven je hersenen en je haalt het hart in je lijf naar binnen. Dus je haalt ook de liefde boven je verstand. Haal je naar binnen toe. Nou gaan we nog ingewikkelder doen. Want het hart is niet alleen maar van boven naar beneden gekomen. Het is ook nog een keer in zichzelf gedraaid. Dus er zitten een heleboel draaiingen in. Nou, dat wordt een loop. Dat maakt het wel verschrikkelijk aardig. Want die loop die is zeer bijzonder. Nou, ik raad je aan om eens te gaan kijken naar die Helical Heart. Die staat op YouTube. Ik heb de link erbij gezet hier. En de Helical Heart wil eigenlijk zeggen dat ze het hart uit elkaar gaan peuteren. En ik laat een klein stukje zien. Ze gaan het hart uit elkaar peuteren. En dan moet ik even schuiven met mijn videosysteem. Dat moet ik hier naartoe. Ja, dan gaat u met elkaar aan. The right ventricle can be opened, revealing the right ventricular cavity.
A second anatomical fact to observe is represented by the posterior limit of the right ventricular cavity, where the free wall and septum meet. Here begins a cleavage plane that must be followed all the way to the root of the aorta. Dit zijn allemaal details die deze meneer aan het vertellen is van hoe zit het in elkaar. Maar waar het eigenlijk een beetje om gaat, is wat hij nu gaat doen. Hij gaat het hart uit elkaar draaien. Want het is namelijk embryologisch in elkaar gedraaid. En dan kan je het dus ook vrij simpeltjes uit elkaar gaan draaien. Nou, het aardige is om dat nou helemaal te gaan bekijken. Want ik ga nog eventjes een paar secondjes door met dit verhaal. Dan ga je het zien. Het is dus feitelijk een opgerold bloedvat. Wel heel ingewikkeld hoor. Het zit heel driedimensionaal in elkaar. En dat maakt een soort loop, een soort spiraal. Een soort python in de Efteling. Die gaat nog een keer over de kop. Hier laat hij het laatste stukje zien. Kijk maar, dan nou gaat hij het nog verder uit elkaar halen. Nog verder uit elkaar. En wat zie je nou eigenlijk? Dat, kijk. Dit is inderdaad een opgerold bloedvat. Nou, dat is het bijzondere van het hart. Het is dus een bloedvat. Super ingewikkeld in elkaar gezet. Super ingewikkeld in elkaar gedraaid. Waardoor er een boezem en een kamer en twee bloedsomlopen ontstaan. Nou, feitelijk dus, het hart is een in elkaar gedraaid bloedvat. Maar daarmee zeg ik ook, het is niet meer en niet minder. Nou, moeten we daar eens op een andere manier naar gaan kijken. Het is dus eigenlijk geen pomp. Dat hebben we allemaal klassiek geleerd, hè? Het hart pompt het bloed. Maar het is een whirlpool. Toch wat anders. Het gaat nog sterker vertellen. Het hart is de enige plek in het lichaam waar het bloed heel even stilstaat. Door die whirlpool. Dus er is een rustfase, er is een actiefase. Er is een rustfase en een actiefase. Continu heen en weer, rust, actie, rust, actie, rust. In de rust staat die stil. Nou, vergelijk dat eens met een oude film. Iedereen kent die oude filmrollen wel. Dan heb je beeldje voor beeldje voor beeldje voor beeldje. En als je het heel snel afdraait, dan zie je het bewegen. Maar tussen die beeldjes zit een zwarte balk. Nou, die heeft nooit iemand gezien als je in de bioscoop zit. Maar feitelijk zie je het wel en niet. Het gaat namelijk zo snel dat je het niet ziet. Nou, dat gebeurt in het hart ook. Het bloed staat stil, maar het gaat wel zo snel dat je het niet ziet. En vergelijk dat met als je een film kijkt van 2 uur op zo'n oude filmrol. Tegenwoordig gaat het digitaal, dus het gaat niet meer op. Maar die oude film van 2 uur, als je die gaat bekijken in de bioscoop, zit je eigenlijk een half uur in het donker. Maar het gaat wel zo kort en zo snel dat je het niet ziet. Dat gebeurt in het hart ook. Nog verder in de opbouw. Het hart heeft een prikkelgeleiding. De prikkelgeleiding is gewoon stomweg wanneer begint het hart te contraheren, te slaan. Nou, dat zijn speciale spiervezels. Denk erom, het zijn geen zenuwen. Spiervezels maken het ritme. Daarvoor heb je een sinusknoop, mooi genoemd naar meneer Keith en meneer Fleck. Die zit aan de bovenkant bij de rechter boezem. Die geleidt de prikkel over de boezems heen. En die heeft een mooi eigen ritme van ongeveer 60-70, afhankelijk van je conditie. Dan krijg je een AV-knoop tussen de atrium, A en V van ventrikel. Zit ertussen. Die neemt de prikkel over van de sinusknoop. Stel nou dat de sinusknoop uit zou vallen, dan kan de AV-knoop een eigen ritme heeft die van 40 per minuut. Wel een stuk minder, maar oké, het lukt nog. Dan gaat het nog verder, zonder je ermee te vermoeien. Maar vanuit de AV-knoop gaat het naar de bundel van His. Die loopt hier midden in het hart. En vandaar naar de vezels van Purkinje. Nou, al die dingen kan je apart gaan zitten meten. En dan krijg je een systole, de contractie van de kamer. En een diastole, de contractie van de boezem. Dat kan je ook horen. Je kan een eerste harttoon. Dan sluiten die grote kleppen, de mitralis en de triggerspedalis. En de tweede harttoon sluiten de andere kleppen. Nou, kan je allemaal met een stethoscoop keurig horen. Je kan het in kaart brengen. Dan krijg je een ECG.
Nou, iedereen kent dat met al die mooie dingen. Maar de P staat ergens voor, de Q, de R, de S. Staat allemaal ergens voor. Gaan we ons even niet mee bemoeien. Bij die prikkelgeleiding, die is autonoom. Daar hebben we een extra regeling bij. Dat is de orthosympathicus en de parasympathicus. Dus ons zenuwstelsel die er nog eens een keer overheen gaat. Waarom is dat zo? Nou, stel je loopt in het oerwoud en er komt een beer je tegemoet. Dan moet je heel hard wegrennen, dat is handig. Dat noemen we fight, flight, fright. Oftewel, je krijgt adrenaline en je hart gaat sneller pompen. Nou, het bijzondere van die adrenaline is, dat zit vast op het hart met een beta-receptor. Nou, daar heeft de farmacie een pilletje voor, namelijk een beta-blokker. Dus je kan die autosympathicus op het hart kan je uitschakelen. Dat kunnen ze ook een beetje doen bij een ablatie. Dat ligt wel wat nauwgezetter, maar daar komt het een beetje op neer. De parasympathicus, dus tegenovergestelde zenuwstelsel van ortho, die geeft rust. Dat doet de nervus vagus, want die komt uit je nek, gaat die naar beneden toe en gaat dan naar het hart toe. Die laat het nou net dalen. Dus minder kracht, minder frequentie, dus rustfase. Nou, dat is er een beetje bovenop gezet. Dus het hart is wel autonoom. En die ortho en para zitten er nog een beetje bovenop van moet je actie of mag je rust, et cetera. Zo zit dat systeem in elkaar. Dus gaan we weer terug. Eigenlijk een in elkaar gedraaid bloedvat. Het is autonoom met een extra zenuwstelsel erbovenop. Maar dat prikkelgeleidingssysteem is wel een spier. Maar ik ga weer terug. Het is een in elkaar gedraaid bloedvat en het bloed stroomt en daardoor gaat het hart kloppen. Dat is heel onlangs herontdekt, want dit kan je weten uit de embryologie en uit de evolutieleren en uit fysiologie. Maar dit is herontdekt en ik laat hem even zien. Dat was bij OP1. En bij OP1 was er een nieuwe vorm van harttransplantatie. En ik laat dat stukje even zien. U heeft dus een model meegenomen. Kunt u kort uitleggen wat de techniek doet? Ja, dit is een gesimplificeerd model, om het even duidelijk te maken. De machine die heeft bloed, wat in deze zak dan komt, van de donor nodig. Dat loopt in een reservoir. En dat wordt dan naar een pomp geleid, want die zuigt het daaruit. Dan moet er zuurstof aan toegevoegd worden. Dat doet deze oxygenator. En zodra er zuurstof in zit, dan wordt het aangesloten op het hart. Terwijl het hart al in de machine ligt. Dat je de goede of niet? Ja, zeker. Dus de hoofdslagader. En dan loopt het door de slagaders door het hart. Het loopt niet door de kamers. Het hart gaat dan, en dat is bijzonder, die cellen zijn autonoom, begint uit zichzelf weer te kloppen. Dit is het donorhart. En het verbruikt dan de zuurstof, dus komt zuurstofarm bloed weer hierheen en zo gaat het rond. En zo komt het dan dat eigenlijk een dood hart weer tot leven wordt gewekt. En dat is eigenlijk wat het is. Want voor haar... Kijk, dat is bijzonder. Ze zegt het een beetje te plastisch, het dode hart wordt weer tot leven gebracht. Ja, zo kan je het inderdaad zien. Maar wat van belang is, wat deze meneer zegt, is als er bloed in het hart komt, gaat die pompen. Niet omdat die pompt gaat het bloed stromen. Nee, het bloed stroomt en daardoor gaat het hart pompen. Dat is een ander ding. Oké, gaan we even praten over een paar aandoeningen. We kennen in de pathologie de decompensatie, dan pompt die minder. Nou, dat kan zijn een zwakte of een ontsteking of een overbelasting. En er is therapie voor. Er is dus minder volume in het hart. Nou, helemaal bij elkaar kan dat door de kransslagaders komen, kan door een hoge bloeddruk komen, kan door, noem het op. We noemen het bij elkaar ook wel hartfalen. Daar kan de cardioloog over praten. Het is een beetje verlegenheidsdiagnose, want we weten eigenlijk niet zo goed wat het is, maar het hart kan minder goed pompen. Oké, dat is er één. Een angina pectoris. Wat wil dat zeggen? Te weinig zuurstof in de hartspier, in het myocard. Krijg pijn, krijg uitstraling, krijg kortademigheid. Allemaal medicijnen voor, je kan het opereren, et cetera. Dit is het klassieke plaatje. Hè? Wanneer ontstaat een angina pectoris.
Nou, in de ijzige vrieskou in de winter, als je net flink getafeld hebt in een restaurant en je gaat naar buiten toe, boom, want dan heeft het hart zoveel meer nodig. Dat is het klassieke plaatje. Als we het erger maken, gaan we naar een hartinfarct. Dus de ene was zuurstofgebrek, dit is een afsterven van een stukje van de hartspier. Symptomen zijn dan ook heftiger dan die angina. Kunnen we ook van alles mee doen. Nou, je kan het opereren, je kan een stent plaatsen. Dat is dat ding wat hier, zo'n soort kippengaas in de bloedvaten. Je kan het ook gaan dotteren met een ballonnetje. Dan plaats je een ballonnetje in een ader, een pompje op en dan loopt hij weer. Je kan een bypass plaatsen. Nou, zo kan je heel veel dingen doen. En ben blij dat het allemaal kan. Want als het hart het niet meer doet, heb je ook pech. Nou, wat zijn er nog meer voor aandoeningen? Ontstekingen van het endocard, oftewel slijmvlies. Meestal door streptokokken. Nou, die streptokokken komen dan meestal weer van ergens tanden en kiezen. Uit een wortel. Dus dat kan best gevaarlijk zijn. Een myocarditis, meestal door een virus. Of een pericarditis, kan een virus zijn, kan een bacterie zijn. En je krijgt crepitaties, oftewel je gaat verkleven. Dan krijg je ritmestoornissen. Een bradycardie, het pompt te langzaam. Een tachycardie, het pompt te snel. Een extrasystole is een extra slagkracht. Eigenlijk is het er eentje die je overslaat. Nou, die voelen we allemaal wel eens aan onze pols. Dat je, oh, wacht even, ik sla er eentje over. Nou, dat is redelijk normaal. De paroxymale atriumtachycardie is forse pathologie. Boezemfibrilleren, fors, dan moet je voor geopereerd worden, et cetera, et cetera. Nou, zo heb je allerlei aandoeningen. Maar laten wij eens anders gaan kijken naar het hart. Laten we nog eens kijken naar het endocard. De binnenste laag die grenst aan het bloed. Dat is slijmvlies. Oké, slijmvlies in het lichaam is één geheel. Oftewel slijmvlies in je hart, is slijmvlies in je bloedvat, is slijmvlies in je darm, is slijmvlies in je long. Gaat het ergens in die slijmvliezen fout, dan gaat het overal fout. Slijmvliezen vormen namelijk één geheel. Dus denk zeker aan die darm en geef die goede voeding. In het endocard kan je vetten opnemen. Klinkt tegenstrijdig, want iedereen waarschuwt voor vet bij het hart, maar je hebt vet nou juist nodig. Namelijk, het hart haalt 70% van zijn energie uit vet. Hoe doet hij dat in het endocard? Dat is namelijk, staat hij boven weer, de enige plek waar het bloed heel even stilstaat. Denk aan die film. Nou, dat gebeurt dan met fosfolipase en andere enzymen. Je gaat het vet opnemen in je hart. Daarom gaat vet ook vanuit je darm rechtstreeks je hart in. Andere dingen, hè, zoals suikers en zoals eiwitten, gaan eerst naar je lever toe. Hier niet. Maar je moet er dus wel om denken, de groeivetten heb je nodig. En wel onverzadigd en verzadigd. De foute vetten, dat zijn transvetten of cisvetten, die vinden we in frituur, snacks, koek, margarine, noem het allemaal op. Nou, dat moet je dan net niet doen. Nou, veel te simpel gezegd, maar dan kan iedereen het makkelijk onthouden. Alle vetten die bij kamertemperatuur vloeibaar zijn, zijn eigenlijk wel oké. Dus de oliën, et cetera, dat is allemaal wel oké. Dat zijn juist de goede vetten die je nodig hebt. Goed, endocard, slijmvlies. Opname van vetten. Krijg je te weinig vet binnen, dan moet het hart het uit glucose halen. Dat heb je in je bloedsuiker. Dat ga je dan verbranden. Dat kost echter zuurstof. Moet je wel hebben. Heb je dat te weinig, dan krijg je een melkzuurvergiftiging van je myocard, van die hartspier. En dat noemen we anginopectoris. Kijk nog even naar die man die uit het restaurant kwam en nou, dat. Dus dat is stomweg melkzuur doordat je te weinig vet hebt. Dus de conclusie is simpel, namelijk voldoende goede vetten binnenkrijgen. En dat is olie, vette vis, een avocado, noem het allemaal op. Conclusie 2 is geen hoge bloedsuikers, want dat is niet goed voor je hart.
Nou, kijk daarvoor nog eens naar webinar nummer 8, want daar heb ik het uitgebreid over diabetes en dus over bloedsuikers. Dat hart zit verpakt achter in je borstkas, tussen je longen, boven je middenrif, invliezen, etc. Het heeft namelijk wel ruimte nodig om als spier te kunnen kloppen. Laten we eens een proefje doen. Je pakt een bloeddrukmeter, die doe je om je bovenarm, zoals deze mevrouw het hier doet, en je spont hem even lekker strak op. Nou, dat is gewoon je bloeddrukmeter, dat kennen we allemaal. Oké, als je dat nou doet, je pompt hem strak op en je houdt hem even zo, moet je daarna eens een gewicht van 2 kilo liften met je biceps. En niet één keer, gewoon een paar keer achter elkaar. Wat zal je merken? Nou, vrij simpel, het kost meer moeite. En die biceps raakt sneller verzuurd. Je krijgt spierpijn in die biceps. Waarom? Het heeft ruimte nodig, ook die biceps. Nou, het hart is een spier. Die spier heeft ruimte nodig. Ruimte om te kunnen kloppen. Dus ruimte is nodig, zodat dat ding 60, 70 keer per minuut kan kloppen. Daarvoor heb je dus 2 vliezen, epicard, pericard, en daartussen zit een ruimte met olie. Waar zitten die vliezen ook alweer? Aan de buitenkant. En het epicard zit direct om de hartspier zelf, strak hè, als huishoudfolie. Het pericard is het hartzakje en dat zit weer vast aan de borstholte. Daartussen heb je dus ruimte. Daartussen ligt olie en dan kan het heel goed glijden. Het kan niet van elkaar af, maar het kan wel goed glijden. Nou, dat is de bedoeling van het spelletje. Dan zitten hier ook nog allemaal ligamenten, zal ik je niet mee vermoeien. Maar dat is een beetje een deel van ons vak. Al die ligamenten zitten aan je wervelkolom en aan het middenrif en aan je longen. En tussen 2 longen ligt je hart in het mediastinum. Nou, een vrij nauwe plek waarin het goed moet kunnen glijden. Dus ruimte nodig voor die hartspier. Dus de wervelkolom moet vrij zijn, het borstbeen, het sternum moet vrij zijn. Je longvliezen, denk aan cara als aandoening. Een middenrif moet vrij zijn aan goede ademhaling. Je nek, je lever, je maag, je darmen, alles heeft ermee te maken om dat hart maar vrij te kunnen laten bewegen. Is er namelijk minder ruimte in dat epicard en pericard, dan kan het hart stomweg moeilijker gaan kloppen. Kost moeite, kost dus ook meer energie. En meer energie is meer vet. Heb je het niet, krijg je glucose. Te weinig glucose krijg je melkzuur, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Probeer het een beetje simpel te maken, maar het is best ingewikkeld. Dus wat krijg je als er weinig ruimte is? Hartkloppingen. Je hart gaat overslaan. Je krijgt een extra systole en die krijg je niet één keer, die krijg je heel vaak. Het hart gaat bonzen in je eigen borstholte. Je gaat het voelen, je gaat het merken. Dat zijn die vervelende klachten die je kan hebben. Dus samengevat, het hart is een bijzondere spier. Niet dwarsgestreept, niet glad, maar ertussenin. Dat is een spier die zuurstof nodig heeft en zijn energie haalt die uit vetten. Eigenlijk is het een opgerold bloedvat met vele specialiteiten en bijzonderheden. Het is geen pomp, het is wel een schroepenrad, ingewikkeld in elkaar gedraaid, maar zo werkt die. Het bloed stroomde al voordat je een hart had. Dus voor die 4e week dat het hart ontstaat, stroomde het bloed al. En het hart gaat kloppen, denk aan die transplantatie, als er bloed inkomt. Dus het is eigenlijk andersom denken. Nou, dat hart ligt in je borstholte, tussen die ribben, op je middenrif, tussen de longen. En als je pijn hebt daar, kan dat het hart zijn. Maar pas op, hè, de maag ligt er vlakbij, de slokdarm ligt er achter, een ductus thoracicus, dat is een lymfevat, ligt er achter, je luchtpijp ligt er achter. De borstwervels zitten erachter. De longvliezen hebben ermee te maken. Dus pijn op die plek. Nou, ga naar de dokter of ga naar anderen toe. Maar laat het wel onderzoeken. En denk niet dat elke pijn pijn in je hart is. De grootte van je hart was je eigen vuist. Dat is helder. En de opbouw is endocard en een myocard.
en verliezen. Zo zat die in elkaar. Endokard nodig voor de opname van vetten. Myokard heeft zuurstof nodig en mineralen, want het is gewoon een spier. Dus calcium, magnesium, selenium. Bijzonder myokard is de prikkelgeleiding voor het kloppen van het hart. Dat heeft dus ook mineralen nodig en zuurstof en vetten. En het hart moet kunnen glijden tussen de vliezen. Dus daar weer even naar kijken. Je hebt een boezem en een kamer. Die moeten allebei goed kunnen kloppen. Links en rechts. Daardoor krijg je twee bloedsomlopen. Eén voor de longen en één voor het lichaam. Maar feitelijk is het, embryologisch gezien, een opgerold, gespiraliseerd, in elkaar gedraaid bloedvat. Grappig genoeg, bij bijna alle zoogdieren hebben hetzelfde hart. He, daarom zijn er ook pogingen gedaan om varkensharten te transplanteren. Dan zijn we geen varken, maar het idee snap ik een beetje. Goed, wat moeten we dus omdenken? Slijmvlies, opname van vetten. Spieren, zuurstof nodig, denk aan de longen. Mineralen, denk aan de darm. Prikkelgeleiding, zuurstof, mineralen. Vliezen, het moet kunnen glijden. Dus wat heb je nodig? De goede vetten. Olijfolie, vissen, avocado, noem het op. Geen cis, geen trans, dus laat de snackbar ver achter je. En een laag bloedsuiker. Dus begin never nooit met suikers, wel in welke vorm dan ook. Denk voor de zuurstof en je mineralen aan een darmopname met vet en mineralen die dat op kan nemen. Je longfunctie voor de zuurstofopname. En vrijheid van bewegen is nodig eigenlijk voor alle zaken. Dus het hart moet vrij kunnen bewegen, de darm moet vrij kunnen bewegen, de long moet vrij kunnen bewegen, et cetera. Je hebt het allemaal nodig. Het bloed stroomt, daardoor gaat het hart kloppen en ook het bloed heeft de vrijheid nodig om te kunnen stromen. Dus ruimte nodig om als spier te kunnen kloppen. Nou, dat heeft te maken met het middenrif, met de longen, de borstkas, de wervels, de buikorganen, de vliezen, de bloedstroom. Nou, dus geef het de ruimte. Heeft het geen ruimte, moet je het laten behandelen bij de osteopaat. Hou het in beweging. Ga sporten, dan blijf je in beweging. Goede ademhaling is nodig. Goede spijsvertering is nodig. Zuiver bloed is nodig. Zo komen we er. Nou, wat kunnen wij nu betekenen, mocht er een probleem zijn in dat hart? Nou, we kunnen gaan kijken, worden die vetten wel goed opgenomen? Heb je de goede vetten, geen cis en geen transvetten, maar worden ze ook goed opgenomen? Leverfunctie nodig, darmfunctie nodig, lymfefunctie nodig, galfunctie nodig. Best ingewikkeld hoor. Nou, daar hebben we het vak mesologie voor die dat na kan kijken. Laag bloedsuiker hebben we nodig. Hebben we het ook over gehad. Geen geraffineerde suikers. Darmopname moet goed zijn voor vetten en mineralen. Je moet de juiste voeding hebben. Gaan eens kijken bij een meso-voedingscoach. Die is kan gaan kijken naar je voedingspatroon. Je hebt de vrijheid nodig in je borstkas, bij je hart, bij die vliezen, bij je middenrif, et cetera, et cetera. Daarvoor hebben we het vak osteopathie, die daar heel goed naar kan gaan kijken. En last but not least, angst is gekoppeld aan het hart en meestal is het doodsangst. En angst is geen goede raadgever. Vertrouwen is beter. Dus om stress en angst eruit te halen en liefde voor jezelf te krijgen en dus ook zacht voor je hart te kunnen zijn, hebben we een prachtig beroep, dat heet psychotherapie, die kan die angels er een beetje uithalen. Mooi. Dank u wel voor de aandacht voor dit webinar nummer 41. Ik hoop dat ik het in een notendop een beetje duidelijk heb kunnen maken in dit verhaal. Zorg voor jezelf. Wees zacht voor je hart. Wees goed voor je gezondheid. Dan praten we tenminste over gezondheidszorg. Dan ziekteleer. Dat is beter. Nou, dit webinar kan je terugvinden op onze website. Daar vind je ook alle andere 40 webinars die we al gedaan hebben. Kan je daarin terugvinden. Dank voor de aandacht en blijf lief voor jezelf.